Groene thee is de garantie voor een goede gezondheid? Is het een alleskunner of moeten we deze stelling met een korreltje zout nemen? In deze live uitzending van de Eetlijn alle ins en outs van groene thee. Goedemorgen lieve mensen, welkom allemaal. Hartstikke fijn dat je erbij bent. We gaan het vandaag hebben dus over groene thee, waar ik echt zelf groot fan van ben. Er zijn ook heel veel mensen die moeten er niks van hebben. Ik kom er zo meteen allemaal op terug. Ik wil iedereen sowieso van harte welkom heten. Ben je nou nieuw vandaag? Laat het even weten via de chat. Hoi Nettie, ik ben nieuw vandaag. Dan kom ik daar later nog eventjes op terug. Nou, ik zie al mensen binnenkomen. Als eerste is Ria erbij. Ria zit kant-en-klaar met pen en papier om er een blogbericht van te schrijven. Hartstikke leuk, Ria. Die komt zaterdagavond rond 8 uur op deze pagina en zondag met de eetlijnpraatjes om 8 uur 's avonds ongeveer. Ontvang je de eetlijnpraatjes nu niet, laat het even weten door te mailen naar nettie.bom@deetlijn.nl en dan stuur ik je linkje om jezelf aan te melden. De eetlijnpraatjes elke week, hartstikke leuke nieuwsbrief met allerlei nieuwtjes, blogberichten enzovoort enzovoort. Nou, eens kijken wie er allemaal zijn. Ik zie Marion, ik zie Yvonne, Dini, Jan is erbij. Nou, Ria uiteraard, die heb ik al genoemd. Janne is erbij, Atje, Ria de Vries. Hartstikke leuk, lieve mensen. Nou, fijn dat jullie er allemaal bij zijn. Anders was het maar een saaie boel hier. Ik heb jullie wel nodig om een leuke uitzending te kunnen maken. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Nettie Bom, orthomoleculair therapeut en leefstijlcoach. En mijn grote missie is om van Nederland het allergezondste land van de hele wereld te maken. Een enorme klus. Ik hoef het gelukkig niet alleen te doen. Er is een team van Eetlijn coaches. En we doen ons werk, onze missie uitvoeren met heel veel passie en plezier. Dus ik heb ook nooit het gevoel dat ik aan het werk ben. Ik heb meteen aan jou als kijker een vraag. Hoe sta jij tegenover groene thee? Vind je het lekker? Vind je het niet om te hachelen? Want er zijn ook mensen die er echt niks aan vinden. Daar ga ik zo meteen ook nog iets meer over vertellen. Maar drink jij het vaak en hoe drink je het dan? Dus laat ze even weten via de chat als je wil. Dan maken we het een beetje interactief. Hoi, Leni is erbij. Anneke zegt, goedemorgen allemaal, groene thee, I love it. Ja, I love it too. Erika is erbij, goeiedag. Simone zegt, elke ochtend flink mok groene thee, lekker in mijn ochtendritueel. Ja, ik snap het helemaal, Simone. Dit is mijn ochtendritueel ook. Ook groene thee, hartstikke lekker. Heerlijk, meerdere keren per dag, zegt Willy. Ja, geweldig. Ja, oké. Nou, wat ga ik allemaal behandelen? Ik heb mijn spiekbriefje bij de hand. Wat is thee überhaupt? Dan wat is groene thee? Wat zijn de eigenschappen? Waar let je op als je het koopt? Waar let je op als je het zet, als je het klaarmaakt? Waarom is het zo gezond? Wat zijn de nadelen? Nou, er is een hoop te vertellen over groene thee. Ook hoeveel je per dag zou kunnen gebruiken, wat het advies is. Dan het recept van zaterdag. Een heerlijke groene thee smoothiebol. Echt onvoorstelbaar lekker. Ja, dat is het recept wat je... Ik ga zo meteen de ingrediënten noemen. En morgen om 8 uur verschijnt het recept hier op deze pagina. En het thema van volgende week ga ik bekendmaken. Dus genoeg te doen. Even kijken of er nog reacties binnengekomen zijn. Katrine zegt... hier een vandaag van groene thee, oké. Wat bitter van smaak, met wat honing en citroen is het lekker, zegt Yvonne. Leni zegt, ik vind het niet lekker, ga ik zo meteen iets over vertellen, Leni. Jan zegt, thee uit Ceylon, heerlijk. Marion, heerlijk, elke dag een theekop, soms meer. Iedere dag groene thee, zegt Sjanne. Erika drinkt het graag. Pia, heerlijk, liefst echt groene kruiden. Ja, oké. Nou, veel reacties en veel liefhebbers zie ik wel. Hartstikke leuk. Nou, om te beginnen, wat is thee? Nou, thee is gemaakt van theeblaadjes. Dat groeit aan de theestruik. En er zijn heel veel soorten thee, maar eigenlijk komen ze allemaal van dezelfde struik af. En of het nou witte, zwarte of groene thee is, heeft alles te maken met de verwerking van de blaadjes.
Want je hoort mij regelmatig praten over gefermenteerde voeding. Daar ben ik een groot voorstander van. Alleen van thee juist weer niet. Want zwarte thee is een soort van gefermenteerd. En die bevat veel minder goede stoffen dan bijvoorbeeld groene thee of witte thee. Dus als je zwarte thee drinkt wat je het lekker vindt, prima. Maar groene thee is gewoon echt vele malen gezonder. Maar daar kom ik zo meteen ook allemaal nog op terug. Nou, wat is groene thee? Om te beginnen wil ik zeggen dat het echt mijn favoriet is. En dan ben ik vooral fan van Puka. Puka vind ik echt een ongelooflijke fijne theesoort. Het heeft niet alleen te maken met de thee die biologisch is, maar ook met de zakjes. Die zakjes die zijn namelijk niet gebleekt. Want ik heb afgelopen zomer op een terrasje heb ik groene thee op. En die werd geserveerd in een plastic zakje, van zo'n piramidevormig zakje. Van plastic. Er wordt dan heet water overheen gegooid. Nou, ik denk echt jongens, in dat plastic zakje zitten natuurlijk hormoonverstorende stoffen. En als er dan heet water op gekieperd wordt, ja, dan is het gewoon, kun je het eigenlijk niet voorkomen dat die hormoonverstorende stoffen in jouw lichaam terechtkomen. Dus ik ben echt een groot voorstander van groene thee, maar dan of losse groene thee. Of gewoon echt in niet gebleekte papieren zakjes. Dan is er eigenlijk niet zoveel mis mee. En ik vind zelf losse thee vind ik toch weer bewerkelijk. Als ik eerlijk moet zijn, dat is gewoon niet echt mijn... dat vind ik een zakje eigenlijk net zo handig. Want ik heb hier bijvoorbeeld een pot thee met allerlei kruiden gezet. Daar heb ik dan een zakje groene thee in. Die kan ik er op een gegeven moment ook weer uithalen. Een thee-ei kan natuurlijk ook, maar ik hou niet van getrut. Ja, dat vind ik gewoon allemaal... Sommige mensen vinden het hartstikke leuk en die doen dat gewoon. Maar ik vind het gewoon dan te ingewikkeld worden. Dus ik heb gewoon lekker een zakje wat dan niet gebleekt is. Dus kan je zien aan de kleur. Dat dat gewoon een bruinig zakje is. Even kijken. Nou, groene thee is echt mijn favoriet. Ik vind het werkelijk heerlijk. Maar ik heb het ook eerlijk gezegd moeten leren drinken. In het begin dacht ik, oh, getsie. Ik vond het bitter. Nou, later ontdekte ik pas dat het kwam door de manier van thee zetten. Door te heet water of te lang laten trekken. Maar ik heb ook ontdekt en geleerd ook in mijn opleiding orthomoleculaire geneeskunde, dat bitter is voor het lichaam beter. Dus bitter maakt je beter. En toen dacht ik, oké, die groene thee is hartstikke bitter. Ik vind het vies, eerlijk is eerlijk. Maar als ik weet dat het goed voor mezelf is, dan maakt mijn hoofd het lekker. Dat doe ik eigenlijk met alles waarvan ik het... Ja, dingen die, er zijn natuurlijk meer dingen die ik gewoon echt niet lekker vind. En als ik weet dat het gezond is, dan maakt mijn hoofd het gewoon lekker. Dus nu heb ik het enorm leren waarderen. En als ik nou groene thee zet en ik laat het te weinig trekken en ik mis dan dat bittertje, dan mis ik het echt. Ik vind nu juist het bittere heel erg lekker. En waar het bittere vandaan komt, dat komt van de tannines vandaan. Daar ga ik zo meteen ook iets meer over vertellen. Maar groene thee is dus mijn favoriet. En waarom? Omdat ik het nu dus inderdaad lekker vind. Maar het staat ook bol van gezondheidsbevorderende eigenschappen. Dus het is echt super gezond. Ja, Sjaan zegt het ook al, je moet het leren drinken. Dat is het echt, ja. Ja, dat klopt, Sjaan, dankjewel. Anneke zegt, ik gebruik gedroogde groene thee. Kun je een paar keer thee van zetten? Ja, dat klopt inderdaad. Dat is echt de lekkerste, vind ik. Ja, dat vind ik zelf ook. Ik heb dus inderdaad deze van Puka en die andere. Dit is met de ginseng matcha green. Ja, dat vind ik echt de allerlekkerste. Die is lekker pittig van smaak ook. En dat is gewoon hartstikke fijn. Nou, er zijn dus verschillende soorten groene thee. Ja, ik heb hier de clean matcha green groene thee. Die zit standaard op het eetlijn startpakket. En ik heb hier dus de ginseng matcha green, ook een groene thee. Er zijn ook meer verschillende soorten. En weet je, op allemaal je eigen favoriete smaken. En wat ik zelf eigenlijk altijd doe, ik zet altijd een grote pot thee, ook van Puka, met allerlei verschillende smaken. En die heb ik hier in dit kopje gedaan. En dan doe ik er een los zakje groene thee nog even bij hengelen. Ja, dan krijg je echt de lekkerste thee. Maar dan, waar let je op als je thee gaat zetten? Nou, om te beginnen is de kwaliteit van het water heel erg belangrijk. We hebben een waterfilter op de kraan, waardoor je heel zacht water krijgt. Maar er worden ook alle virussen en bacteriën worden eruit gefilterd. Maar vooral ook het zachte zorgt ervoor dat het water van de thee, of dat de thee eigenlijk veel lekkerder is die je van het zachte water zet. Dan hebben wij in het nieuwe huis een onthardingsfilter, waardoor dus echt de kalk eruit gehaald wordt. Ja, dan heb je echt hartstikke zacht water.
Alleen het filteren gebruik je dan om de virussen en bacteriën eruit te filteren. Dan heb je dan een onthardingsfilter in je huis staan voor de hoofdkraan. Dan heb je zachter water en dat is gewoon eigenlijk hartstikke... Dat proef je gewoon aan de thee dat veel lekkerder is. Want de kalk in het water die gaat een verbinding aan met bepaalde enzymen, waardoor de smaak gewoon ja, minder lekker is. Dus hoe zachter het water, hoe lekkerder het eigenlijk is. De kwaliteit van de thee wordt veel beter door gefilterd water, maar ook de smaak. Nou, er zijn er heel veel mensen en die zeggen, ik heb geen waterfilter, ik wil toch lekkere thee. Die gaan dan Spa Blauw in de winkel halen om thee mee te zetten. Nou, dat kan. Ik vind het altijd zonde van al die flessen die dus dan allemaal in het milieu terechtkomen vaak. Dus daar ben ik eigenlijk niet zo voorstander van. Maar daarnaast is Spa Blauw enorm verzurend. En dat komt de smaak van thee ook weer niet ten goede. Dus ik zou gewoon of een waterontharder op je kraan of een waterfilter. Dat is eigenlijk het ideaalste. Nou, dan waarom is groene thee gezond? Er zitten onvoorstelbaar veel voedingsstoffen en plantenstoffen in. En heel veel antioxidanten. Die antioxidanten zijn de beschermers van de lichaamcellen. Nou, dat is natuurlijk mijn stokpaardje, dat heel veel mensen het al weten. En die antioxidanten die beschermen eigenlijk jouw lichaamcellen. En groene thee staat bekend om de kankerwerende eigenschappen. En om het lichaam te beschermen tegen het ontstaan van kanker. En dan wordt er wel eens gevraagd, hoeveel thee moet ik dan gebruiken? Dat heeft alles te maken met het feit, joh, waar wil je tegen beschermen? Hij wil beschermen tegen prostaatkanker of tegen maagkanker of tegen borstkanker, noem maar op. Er zijn allerlei soorten kankers natuurlijk. En de hoeveelheid thee die je inzet, kan bij bepaalde soorten kanker echt goed ingezet worden. Het is beter om het in te zetten als preventiemiddel dan dat je kanker wil genezen. Dat is natuurlijk een hele uitdaging. En daar weten heel veel mensen weten er alles van. Maar het is eigenlijk altijd goed om preventief te werk te gaan en dan nog. Maar dat is eigenlijk wel waar ik zelf altijd op probeer in te zetten. Nou, wat doet groene thee? Beschermt de cellen door heel veel antioxidanten, de catechines. En die beschermen dus tegen verschillende soorten kanker. Dan kan groene thee beschermen tegen diabetes type 2. Tegen hart- en vaatziekten. Tegen verhoogd cholesterol, want het is ontstekingremmend. Ik denk dat dat eigenlijk wel een van de belangrijkste eigenschappen is van groene thee. Dat het dus ontstekingremmend is. En als je de ontstekingen in je lichaam remt, heb je dus minder kans op hart- en vaatziekten. Heb je minder aanmaak van cholesterol. Want cholesterol wordt door de lever zelf aangemaakt op het moment dat je ontstekingen hebt, om de bloedvaten te beschermen tegen die ontstekingen. Dus als je nou de ontstekingen weghaalt door die groene thee, heb je eigenlijk al meer dan de helft gewonnen. Daardoor kan het beschermen tegen prostaat- en borstkanker. Dat begint ook heel vaak met ontstekingen. Het kan helpen door versnelling van de stofwisseling om af te vallen. Dus als je nou af wil vallen, dan kan 1 of 2 bekers groene thee per dag enorm helpend zijn. Het verhoogt de stofwisseling en gaat de vetverbranding stimuleren. Maar lieve mensen, ik ken genoeg cliënten die zeggen, nou, net dan ga ik lekker groene thee drinken, dan ben ik er helemaal klaar mee, dan ga ik vanzelf afvallen. Nou, niet dus, want de basis is eigenlijk om jouw eetpatroon aan te passen. Want als je nou heel ongezond eet, je zegt, joh, dan ga ik toch lekker groene thee drinken. Nou, dan kom je van de koude kermis thuis, want het doet echt totaal niks. De basis is altijd je leefstijl aanpassen, dus gezond gaan eten, voldoende bewegen, stressreductie, dat is de basis. En als je dat allemaal goed doet, en dan mag je met name denken aan de eetlijnmethode, dat is eigenlijk een hele goede basis om gezonder te worden. En dat ga je combineren met groene thee, ja, dan doe je het gewoon echt heel erg goed. Maar de basis is echt aanpassen van je leefstijl. Nou, dan kan groene thee helpen de weerstand te verhogen. Dus eigenlijk verbetering van je weerstand. Een verbeterde hersenfunctie. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar groene thee. En er is ontdekt dat mensen die dagelijks 2 of 3 kopjes groene thee gebruiken, dat die een verbeterde hersenfunctie hebben en veel scherper zijn. Dus ook daar kan het bij helpen. Een gezonde gebit, ook niet verkeerd. Dan minder risico op artritis, Alzheimer en Parkinson. En dit zijn hele boude uitspraken, maar ook deze ziektes, artritis, Alzheimer en Parkinson, zijn allemaal ontstekingsziektes.
Als je nou door groene thee die ontstekingen naar beneden kan halen, hè, dan heb je ook minder kans op dat soort situaties. En ik zeg niet dat je het niet krijgt, dat kan natuurlijk niet. Het is geen, het is niet de heilige graal, maar wel minder kans op. Even kijken of er vragen binnengekomen zijn. Oh ja, Japanse matcha groene thee. Ja, hartstikke lekker. Ja. Oh, Ria's vraag aan beantwoorden. Dan kan ik bij mijn uitzending blijven. Nou, dan de hamvraag. Hoeveel zou je er per dag van kunnen of moeten gebruiken? Nou, ik ben natuurlijk groot fan van de eetlijnmethode die ik zelf ontwikkeld heb en waar ongelooflijk veel mensen aan meedoen en de meest bizarre verbeteringen ervaren. Nou, hoeveel je zou kunnen gebruiken? In de eetlijnmethode zitten standaard 2 grote bekers groene thee per dag. Je kan er meer van gebruiken. Je kan overstappen op 3 kopjes, maar minimaal 2 zeg ik altijd. En je kan er 3 gebruiken, eventueel 4. Maar het heeft dus echt te maken met welke soort kanker wil je aanpakken. Maar je kan met een gerust hart kan je 3, 4 of eventueel 5 koppen groene thee per dag gebruiken. Het heeft dus echt te maken met wat wil je ermee bereiken. Het heeft ook te maken met je eigen voorkeur. Als je het nou echt totaal niet lekker vindt en je krijgt het maar niet veranderd in je hoofd. Ja, dan ben je al een enorme kanjer en een bikkel als je 2 bekers per dag gebruikt. Maar als je het hebt leren drinken net als ik en je zegt iedere keer van, joh, als ik weet dat het gezond is, maakt mijn hoofd het lekker. Als je dat jezelf kunt aanleren, nou, dan kun je, ja, dan kun je eventueel 3, 4 of 5 koppen groene thee per dag gebruiken. Maar dat heeft ook te maken met je persoonlijke voorkeur. Nou, er zijn een aantal nadelen van groene thee. En ik heb het al gezegd, de bitterheid die ontstaat door de tannines. Maar ik zeg echt, mensen proberen het dan weer lekker te vinden. Want die tannines, dat zijn enorm sterke antioxidanten. Dus al die eigenschappen van groene thee die ik net genoemd heb, al die voordelen, die hebben te maken met die bitterstoffen. Dus als je de thee dusdanig zet dat hij niet bitter is, dan mis je ook die bitterstoffen. En dat klinkt heel cru, hè, want je kan zeggen, nou oké, ik pak water van 70 of 80 graden. Ik laat het maar heel even trekken, dan heeft het een zachte smaak. En dan vind ik het wel lekker. Maar dan mis je ook die bittere smaak en dus die bittere stoffen. Want juist die bitterstoffen, die zijn juist zo gezond. Maar die bitterstoffen worden door de plant zelf aangemaakt om zichzelf te beschermen tegen vraat. Hè, dus als iets niet lekker is, dan eten mensen en dieren het niet. Dus zo beschermt de theeplant zichzelf om niet gegeten te worden. Maar dan mis je dus ook die bittere stoffen en de gezondheidsbevorderende eigenschappen. Dus nogmaals, ik zeg het iedere keer, bitter is beter en ga het maar leren drinken. Maar begin dan bijvoorbeeld met 70, 80 graden water. Kort trekken en dan ga je het verliefd leggen, ga je het steeds langer laten trekken. En nu mis ik het gewoon, als ik een zakje maar eventjes laat trekken, dan mis ik gewoon die bittere stoffen. Omdat ik nu dat bittere juist zo ben gaan waarderen. En misschien ook nog in mijn achterhoofd weet van oké, als het niet bitter is, dan doet het ook niks. Dus dan heb je eigenlijk de plank misgeslagen. Dus ik hoop dat je werkelijk inderdaad dit lekker gaat leren vinden. Train jezelf er maar op. Nou, als het dus bitter is, zit het bomvol met die antioxidanten. Dus nogmaals, leren drinken. Nou, er is nog een nadeel aan groene thee. Het kan een voordeel zijn en een nadeel. Er zit vrij veel cafeïne in, theïne, looizuur, noem maar op, allemaal dat bittere. En dat kan de slaap verstoren, maar ook dit is een beetje tegenstrijdig. Want ik drink groene thee alleen overdag. Ik vind het echt heerlijk, maar als ik het 's avonds drink, dan lig ik er wakker van. Dus ik drink mijn groene thee overdag. En dan schijnt het juist een middeltje te zijn om beter te kunnen slapen. Maar drink het dan niet meer 's avonds na de warme maaltijd. Eigenlijk is er een gulden regel. Ben je nou een slechte slaper? Neem dan geen cafeïne meer na 2 uur 's middags. Dat je echt ruimschoots je cafeïne weer afgebroken hebt. Maar als je dus voor die tijd gebruikt, dan kan groene thee juist helpen om beter te slapen. Maar niet te laat. Ik drink het nooit meer na 2 uur 's middags. Maar dat is gewoon eventjes een tip. Nou, dus je gaat er juist beter van slapen van groene thee. Maar alleen als je het overdag neemt. En ben er gevoelig voor, niet meer na 2 uur. Nou, dan als je nou zwanger bent. En er zitten hier weinig mensen denk te kijken die zwanger zijn. Want ik heb een doelgroep van 40 plus en ouder. Maar misschien heb je een dochter of een kleindochter die zwanger is. Laat het dan weten, tijdens zwangerschap niet te veel groene thee. Want door een overmaat aan cafeïne kan je uiteindelijk meer kans hebben op een vroeggeboorte of
afwijkingen. Zwangerschap, nee, afwijkingen in de ontwikkelingsafwijkingen. Dus wees daar heel voorzichtig mee. Dus als je zwanger bent, niet te veel groene thee en sowieso niet te veel cafeïne. Een paar kopjes per dag is prima, maar niet te veel. En eigenlijk moet ik ook niet dramatisch gaan doen, want in een kopje groene thee zit ongeveer 40 gram cafeïne of theïne. En als je zwanger bent, niet meer dan 300 gram per dag. Nou, dat zou betekenen 9 bekers groene thee. En wie neemt er nou 9 bekers groene thee? Dus je hoeft er ook niet bang van te zijn. En ben je zwanger en ben je dol op cafeïne of op groene thee? Een paar kop per dag, prima. Een paar koppen per dag. Maar overdrijf gewoon niet. Om afwijkingen te voorkomen. Geboorteafwijkingen of een miskraam, zo moet ik het zeggen. Nou, dan kunnen de catechines, dat zijn ook stoffen in groene thee, kunnen de ijzeropname verminderen. Is op zich niet zoveel mis mee, maar als je daar gevoelig voor bent, je hebt al een tekort aan ijzer, of je hebt bloedingen, of je bent zwanger, heb je gewoon meer ijzer nodig. Nou, dan is het heel belangrijk om de groene thee tussen de maaltijden door te nemen en niet tijdens de maaltijd. Want drink je groene thee tijdens de maaltijd, dan wordt de ijzer in de maaltijd wordt niet goed opgenomen. Dat is ook eigenlijk hartstikke jammer. Nou, de ene is daar gevoeliger voor als de ander. Maar als je daar gevoelig voor bent, neem dan alsjeblieft de groene thee tussen de maaltijden door. En zo kun je dit tekort aan ijzer kun je op die manier proberen te tackelen. Nou, sommige mensen hebben gewoon genoeg ijzer, gewoon prima, dan kun je het gewoon gebruiken. Maar wees er gewoon wel voorzichtig mee. Nou, het recept van morgen, die ongelooflijk prachtige, lekkere smoothie bowl. Heerlijk als ontbijt. Je krijgt gelijk groente binnen, er zit courgette in. Maar je kunt hem ook gebruiken als heerlijk fris tussendoortje. Ik heb hem zelf al een paar keer gemaakt. Hij is ongelooflijk lekker. Je ziet er heel veel noten op liggen, waardoor je gaat kauwen. Is altijd goed. Ik ben niet zo'n fan van een smoothie zo. Gewoon klok, 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 klok en weg. Zorg dat er altijd iets te kauwen is, want dan neem je hem veel langzamer op. Het is eigenlijk veel beter. Maar goed, de ingrediënten. Om te beginnen 200 gram courgette, dus gelijk groente. 1 grote avocado of 2 kleine in blokjes. 6 blaadjes verse munt of meer. 1 theelepel vanillepoeder bourbon, kan je vinden in de webshop. 1 eetlepel groene theepoeder, die kun je vinden in de webshop van de Eetlem. Hij gaat het weekend, is die in de aanbieding. Ik ga hem zo meteen in de webshop zetten met 10% korting. Dus die kun je nu nog niet meteen vinden, maar hij staat dus, zeg maar vanaf een kwartiertje, staat hij in de webshop met een korting van 10%. En het geldt tot en met volgende week zondag, dus 9 dagen in de aanbieding. Dan heb je nodig 8 tot 10 druppeltjes stevia naar smaak. Dan heb je nodig citroensap, 200 ml kokosmelk, wat het een heerlijke lekkere smaak geeft. En voor de garnering 4 eetlepels kokos, 3 eetlepels cacaonips en 60 gram hazelnoten gehakt. En dat is dus wat je ziet bovenop die smoothie bowl. Een hele dikke laag met garnering, noten, cacaonips en kokos. En dat maakt het echt super lekker, heel lekker zacht en romig. Nou, ik weet zeker dat je er enorm van gaat genieten. Sorry. Dus nogmaals, dit waren de ingrediënten. Morgen om 8 uur het recept op deze pagina. Kun je lekker aan de slag. Als je vanmiddag voor 3 uur de ingrediënten bestelt, gaan ze vanmiddag nog op de bus. Nou, dit was het voor vandaag. Dan het thema volgende week, een zeer veel voorkomende klacht. En dat is tinnitus, oftewel oorsuizen. Oorsuizen is echt verschrikkelijk. Ik heb het zelf gelukkig niet, maar ik heb gelezen tijdens de voorbereiding op dit thema, dat mensen op het thema van volgende week, ik heb er al eerder iets over gesproken, en mensen die tinnitus hebben, die zijn soms zelfs in staat om zichzelf iets aan te doen, omdat het echt heel naar en vervelend is. Dus alle hens aan dek, volgende week het thema tinnitus, met tips wat je aan tinnitus kunt doen. Nou, dit was het, lieve mensen. Hartstikke bedankt voor het kijken en het liken en het delen.
Je weet, ik wil van Nederland het allergezondste land van de hele wereld maken. En ik heb jou daar ongelooflijk hard voor nodig. Dus alsjeblieft, like deze uitzending om nog meer mensen te kunnen bereiken. En zo van Nederland het allergezondste land van de hele wereld te maken. Daar kun jij dan een rol bij spelen. Ik ben er super dankbaar voor. En ik zou zeggen, tot volgende week, dan ben ik er weer. En een onwijs fijn weekend. Doei, doei, doei.